In Nederland krijgt iedereen wel wat. Uitkeringen, toeslagen of aftrekposten, noem maar op. En we hebben een sociaal minimum. Bijna iedereen heeft bestaanszekerheid. Maar omdat rijke mensen bang zijn dat arme mensen geld krijgen waar ze geen recht op hebben, laten we die arme mensen door heel veel hoepels springen om aan geld te komen. Als bijstandsmoeder bijvoorbeeld moet je langs wel 12 loketten. Dat noem ik breed. We weten niet meer wat eerlijk delen is. Het is ook niet slim. Het is ingewikkeld. Al die hoepels hebben ons een grote overheid opgeleverd. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik denk dat het slimmer kan. Een onvoorwaardelijk basisinkomen van bijvoorbeeld 500 euro per maand. Voor elk huishouden en voor elke volwassene. In ruil voor al die uitkeringen, toeslagen en ook aftrekposten. Als veilige bodem in je bestaan. Dan kunnen het UWV en de Belastingdienst hun werk weer aan en krijg jij meer ruimte om weer eens een opleiding te doen, mantelzorg te geven of een bedrijfje te beginnen. Ik vertel je er meer over, aanstaande zaterdag 19 september op het Museumplein. De Internationale Week van het Basisinkomen eindigt daar met een slotmanifestatie. Laat ook jouw stem horen. Een veilige bodem in het bestaan. Het is slimmer en eerlijker, juist in deze tijd. Ik hoop je daar te zien.